Ja, klote gevoel natuurlijk. Als ik het wat netter moet bewoorden, dan is het net niet. Ik heb een Kiki gezien die, die voor ieder punt heeft gestreden. Die met Vlaag ook goede dingen heeft gedaan. Alleen Lepchenko op de belangrijkere momenten iets taaier en vooral iets overtuigender dan Kiek. En dat is eigenlijk het hele verhaal van de wedstrijd. Nou, niet echt, omdat ik natuurlijk wel gewoon aan haar hele houding kan zien dat ze, ja, dat ze werkt om de juiste dingen te doen. Maar ik zie wel dat ze nog niet volledig loskomt. En dan, ja, dan voel je ook wel aan dat als 1-2 puntjes net weer even een andere kant opvallen, dat het haar dan heel veel energie kost om dat te blijven doen, om maar dwingend te blijven spelen. Dan heeft ze toch de neiging om weer terug te stappen en daardoor laat je een tegenstander weer wat meer erin. Dus echt heel rustig zit ik er dan ook nog niet. Nou ja, ze heeft die wedstrijd kunnen zien. Ik heb niet het gevoel dat ze er heel veel last van had. Misschien hier en daar een kleine beperking, maar daar heeft ze absoluut die wedstrijd niet op verloren. Alleen je ziet nu bijvoorbeeld wel, ja, er zit nu echt een hele dikke vochtbobbel zit erop. Dus ja, het is de afgelopen dagen wel een factor geweest. Ze serveerde wat minder. Ik denk dat dat te maken heeft met de voorbereidingsweken waarin we in Hobart en Nieuw-Zeeland hebben gespeeld. Er stond veel wind, dus het serviceritme was iets wat weg. Ja, die pols heeft er wel voor gezorgd dat we nu bijvoorbeeld niet de afgelopen 2 dagen nog eventjes een half uurtje op baan 25 konden serveren. In die zin was de voorbereiding net niet ideaal. Maar nogmaals, ze heeft die wedstrijd niet verloren op last van de pols. Ja, dat wel. Gisteravond. Dus dat is... Nou ja, dat was gisteravond was dat heel lekker meesnoepen, maar... Ik kan niet zeggen dat het op dit moment een pleister op de wond is. Even tot slot, na de uitzending ook, Kiki net gaat dubbelen. Ga je even vakantie vieren? Ja, ik heb hier vakantie vorig jaar omdat Kiki zich uiteindelijk voor die Elite Trophy in China plaatste. Ja, heb ik eigenlijk vorig jaar niet op vakantie gekund. Hebben we het zo gepland dat ik nu op vakantie ga. Kiki heeft straks Fed Cup. Dus dan wordt ze door Paul Haarhuis overgenomen. En daarna komt ze meteen door naar Doha, Dubai. En dan ben ik ook weer van de partij daar.